Mark, we zijn momenteel nog bij de repetities. Ik hoor het op de achtergrond nog in M-Lab. Bezig met jullie voorstelling. Met de naam? Reaching for Broadway Celebrations dit keer. Dus het is een serie van? Het is een serie geworden. Vorig jaar voor het eerst gedaan. En daar kregen we zulke leuke reacties op. Dat we toen hebben gezegd van weet je wat. We gaan het terugbrengen naar het theater. Said his name Bojangles. Then he danced the lake across the cell. He grabbed the bands of better sense. Then he jumped up high and clicked his heels. He let go a laugh. He let go a En ja, we staan nu in M-Lab. Het is een groep jongeren, maar toch ook weer niet. Ja, het zijn jongeren. Gemiddeld gezien zijn ze allemaal heel erg jong nog. De jongste is denk ik 13. En de oudste die is wel wat ouder. Die is gewoon een volwassene. Maar de meeste zijn inderdaad tussen de 13 en 20. Dus jonkies. Alleen ze hebben wel allemaal redelijk wat ervaring. Het zijn wel de mensen die echt wat in hun mars hebben. The minute you walked in the joy, I could see you were a man of distinction, a real big splendor, good looking, so kind. Say, wouldn't you like to know what's going on? En welkom passie. Ja, ontzettend veel passie. Ze hebben passie voor theater maken, ze hebben ook de bijbehorende discipline. En dat is voor ons echt heerlijk om mee te werken. Is geweldig. Want het lijkt nu of ze hier meteen staan, maar er gaat een traject aan vooraf, denk ik. Er gaat een traject aan vooraf. Sowieso, voordat je hier aan mee mag doen, maken we je mee tijdens het kamp. Leerlingen gaan mee op musical camp en krijgen daar eigenlijk de kans om naast de lessen die ze normaal volgen ook producties met ons te gaan maken. Die kans krijgt iedereen. Alleen voor sommige producties hebben we specifieke types nodig of specifieke stemsoorten. En die scouten we eigenlijk tijdens het kamp. Dus het is geen auditie die ze doen een week lang. Maar het is wel een traject waarin wij heel goed kunnen kijken van joh, wie past binnen welk showconcept. Ja. Jullie moeten weg. Ik dacht, we moeten voor. Nee, nee, nee. Jullie plek is hier. Tussen hun en de trap. Onwaarschijnlijk goed talent. En dat is zo heerlijk om mee te werken. Echt, ja. En dan mag je ermee gaan werken? Nou, een aantal hebben wel de achtergrond, maar de meeste niet. Hoe is dat dan voor jou om daarmee om te gaan? Wisselen. Tuurlijk merk je dat mensen die al enigszins ervaring hebben of die een opleiding doen, dat die een stapje voor zijn. Maar ja, alsnog, het is gewoon lekker om met mensen te werken die verstand hebben van muziek, die verstand hebben van theatraliteit überhaupt. Het werkt gewoon lekker met mensen die iets kunnen. Dan spreek je toch eerder dezelfde taal en ze begrijpen meteen wat je bedoelt als je het ergens over zangdingen of over ergens op een plek staan. Of breng dat eens op deze en die manier en dan doen ze dat. En dat is een feestje. Dat is een feestje. Oh my baby. We bieden sowieso de vakkennis, dus van docenten die ofwel uit het vak komen vanuit op een podium hebben gestaan, of de mensen die meer de docentenkant hebben gevolgd. Dus ze krijgen heel veel informatie van ons en ook het kijken naar anderen. Dus je zit met een groep mensen die allemaal een liefde voor theater hebben. En door naar andere mensen te kijken, leer je, groei je, maak je zelf dingen mee. Je maakt überhaupt in een week of in een theater hier, krijg je impulsen en daar ga je wat mee doen. En omdat je dingen hoort of je ziet dingen, dan denk je, oh, zo kan het ook. Of zo kan ik het ook doen. En dan word ik nog beter. En oh ja, ik hoor het nu of ik zie iets. En wat gaaf dat dat werkt. Dus ja, ik denk dat in die zin, en sowieso ook de bonding onderling. En dat, dan gebruik ik even een Engels woord, maar het samen zijn, het onderlinge gevoel, de liefde, de passie waar je het net zelf over had voor theater. Ja, dat maakt het uiteindelijk. Yeah.
dan lukt, wat doet het dan met jou? Nou, merk je het al? Ik word al helemaal een soort wild eigenlijk. Als ik zie dat dingen werken, ja, dat is zo fijn om naar te kijken. Kijk, als je bij elkaar komt, de stemmen komen bij elkaar, de mensen begrijpen het, ze staan er. En dan, ja, dan het ene moment heb ik tranen in mijn ogen en het andere moment denk ik, oh, wat goed. Ik word er gewoon blij van. Ik heb er echt een dosis energie haal ik eruit en ik denk... Mensen die er naar kijken gaan ook met een heel fijn en goed gevoel de deur weer uit. Well, the things I've been knowing, wind that makes the tall grass bend into leaning, suddenly the snowflakes that fall have a meaning, sprinkling the sea makes it all. Nou, vooral de acteerlessen. Ik merkte dat ik daar eigenlijk nog wel het meeste aan heb gehad. Omdat ze met hele minimale dingen kon je heel snel weer iets nieuws uitproberen. Dat je met één stuk tekst, dat je dat eigenlijk op allerlei verschillende emoties kon spelen. Maar dat je ook gewoon 3 emoties in 10 zinnen kon laten zien. Dat vond ik wel heel bijzonder. Op een gegeven moment als je iets zelf maakt, heb je er een bepaald beeld bij. Maar iemand kan je zomaar iets anders, een andere opdracht geven. En dan wordt je stuk totaal anders. En dat vond ik, ik denk dat ik daar het meest uit heb gehaald. Deze voorstelling, wat verwacht je? MLab, het is natuurlijk het laboratorium van de musical, dus wat verwacht je vanavond? Volle bak, denk ik? Dat verwacht ik zeker. Ik heb in ieder geval mijn vrienden en familie heel erg aangespoord. Dat is een volle bak. Ja, en het is mijn 3e keer in het MLab en ik vind het een heerlijk theater. Het is toch wel een heel knus intiem theater. En het is een beetje thuiskomen, vond ik het vandaag. Nou, zingen is eigenlijk het mooiste wat er is, vind ik. En ik word er altijd gewoon heel erg blij van. En op het podium, zeg ik altijd, ben ik eigenlijk het gelukkigst. Want? Omdat dit mijn uitlaatklep is, denk ik. En in allerlei verschillende vormen van muziek maken kan ik me helemaal openstellen. Dat is het eigenlijk. En daardoor word ik heel gelukkig. En ja, je mag vanavond een aantal solo's doen. Kan je er eens een paar noemen? Ik doe When You're Good to Mama uit Chicago. Home uit The Wiz, dat vind ik eigenlijk de mooiste. Once on Glory uit Rent. Ik zing nog een duet uit, ook uit Rent. Take Me or Leave Me. Ja. Tot nu toe gaat het geloof ik hartstikke goed. We gaan zo meteen een generale doen. En dan verwachten we het allemaal klaar te hebben voor 7:30. Het is even stressen, maar het komt hartstikke goed. Ik heb er vertrouwen in. Jullie zijn al een tijdje hier bezig. Hoe komt het dat jullie hier maar blijven hangen? Ja, hoe komt het dat we hier blijven hangen? Nou, ten eerste, de locatie is natuurlijk superleuk. Het blijft een leuk theater. En ik denk dat het ook wel gewoon een beetje komt doordat de musical camp, hè, dat blijft toch een beetje de bekende familie. En het is gewoon een vertrouwd plekje een beetje al aan het worden hier. En we staan hier natuurlijk dit jaar voor het derde jaar. En dat is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel heel leuk dat elk jaar terug kan blijven komen. Dus dat willen ze ook blijven doen, denk ik. Dus, That's our band, and parties too, and no solicitations. Window seat with garden view, a perfect nook to
Het is vooral, je kent natuurlijk heel veel mensen al van kamp. En ja, sommige mensen zijn er door middel van audities bijgekomen. Maar ja, die worden gelijk helemaal opgenomen in de groep. Dus het is gewoon zo'n hechte groep weer in die 4 weken dat we gerepeteerd hebben. Dus dat is gewoon super fijn om te zien en ook te merken. En de docenten, want die denk ik zijn een belangrijk onderdeel van dit hele gebeuren. Hoe is het daarmee? Ja, dat is ook hartstikke gezellig. Nee, ze weten echt, het is heel gezellig, maar ze weten ook vooral heel erg goed van werken. En ja, het zat er gewoon allemaal op tijd in en het komt goed. En dat heb ik alle vertrouwen in, ze werken hard. Iedereen werkt hier hard, dus het moet goed komen. En je staat daar, wat gaat er dan door je heen? Eerst zenuwen in eerste instantie, maar ik moet altijd mijn eerste zin gezongen hebben en dan is het wel goed en dan ga ik genieten. En dan elke keer die boost en adrenaline kick, ja. You can count on me to always be beside you every day to tell you it's okay, you were just born that way and they say it's in your DNA. Wat maakt musical voor jou nou zo onwijs gaaf? Ja, ik vergeet dan een beetje gewoon alles om me heen en zo. Ik doe gewoon mijn ding daar en dat is gewoon, ik wil andere mensen gewoon ja, gelukkig maken die in de zaal zitten. En dat is gewoon echt wat ik wil. Ja.